Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we even kijken wat jouw gidsen jou willen vertellen. Wat ze over willen brengen aan boodschappen, misschien inzichten. Stukje eye-opener op het diepere vlak. Maar we gaan gewoon eens even kijken wat er naar voren mag komen. Wees welkom als je nieuw bent. Ik ben Sandra, intuïtief reader. Ik post regelmatig 2-3 keer in de week een video online. Een beetje afhankelijk van mijn eigen tijdschema. En dit is variërend van thema's. Kijk vooral even in mijn playlist, mocht je dus nieuw zijn. Wellicht dat daar nog meer video's staan waar je even naartoe getrokken wordt. We hebben ademhalen. We hebben eenzaam. En deze vooruit. En we hebben opruimen. Okay. Onder kandek krijgen we wel melk en honing. Dus er gaat wel een shift komen. Ondanks dat je misschien nu even het gevoel hebt van waar zit ik op dit moment middenin? Het voelt voor mij dat sommige lastig vinden om in het aardse stukje echt te connecten met gelijke stemden. En we hebben waardering. Oké. Dat is wel interessant, want je waardeert wel de energie wat er gaande is. Je accepteert dat hetgeen wat allemaal nu gebeurt is om een reden. En je ga je snel uitkomen uit dat stukje eenzaamheid. Het kan zijn dat je dit recentelijk hebt gehad, of dat je dat langer geleden hebt gehad, en dat je nu dus al weet van oké, als ik op blijf schonen, weet ik ook dat de waardering er groot voor is, wat ik ervoor terug kan krijgen. En dat het niet altijd in het aardse stukje tastbaar hoeft te zijn om die waardering te kunnen uiten. Maar het is wel van belang dat jij hier inzicht in gaat krijgen waarom iets zo is. Het kan zijn dat jij net in je ontwakeningsproces zit, dat je merkt dat het niet helemaal meer matcht met mensen om je heen, waar je misschien lange vriendschappen mee hebt gehad, dat je altijd goed op je plek zat op je werk en dat het nu in één keer allemaal een beetje zo moi is. En je gaat dan merken dat jij ruimte wil gaan maken in jouw systeem. En ruimte maken in, ja, voor jezelf kiezen, of misschien minder afspreken. Misschien ben je meer in je eigen bubbel. Misschien vind je het fijn om lekker weer te gaan sporten of lekker wandelingen te gaan maken. En dat je op dat moment, als jij daarmee bezig bent, dat je dan in één keer, stel dat je aan het wandelen bent, dat je mensen ontmoet die er hetzelfde naar aan het kijken zijn. Stel je bent aan het wandelen iemand spreekt je in de ochtend aan omdat je de enige twee in dat gebied bent of wat dan ook. En deze persoon heeft bijvoorbeeld net een haas in het weiland zien zitten. En hij of zij vertelt er dan over dat dit zo mooi is. En op het moment dat jij verder loopt, dat je dezezelfde haas ook op dat punt ziet zitten. Maar als deze persoon het niet had verteld, had jij die schoonheid en waardering ook niet kunnen omarmen. Dus er komen mensen op jouw pad die jou eye-openers geven, misschien tips geven. Je krijgt tips en boodschappen door van jouw gidsen. Deze zijn altijd actief op de achtergrond, hè? En je hoeft ze maar aan te roepen en ze zijn bij jou. Maar je doet dit te weinig. En dat willen ze dus ook uitspreken. Van, je mag dit meer doen, je bent niet eenzaam, wij zijn er voor je. En als je daarmee om leert gaan, dan zul je ook merken waar jouw center zit. En waar jij jouw hoofd en jouw hart in balans kunt gaan krijgen. Want het is niet zo dat je volledig uit je hoofd hoeft. Want in het aardse stukje heb je je hoofd nou eenmaal nodig.
Maar dat je daar wel een balans in weet te vinden. Dat je niet van die hele hoge pieken hebt van het denken. En dan weer pieken naar je emoties. Nee, dat het gewoon gecentreerd is. Dat het in balans is. Dat je weet, bepaalde dingen kunnen mij raken. Maar ik weet ermee om te gaan. Ik weet hoe ik dit in een bepaalde vormjasje kan steken. En vanuit daar weet ik gewoon, als ik op dit stukje blijf wandelen, dan kan ik ook met oprechtheid en eerlijkheid zeggen van dit is mijn waarheid. Hier wil ik op doorpakken. Ik hoef niet in een bepaalde verdedigingsmechanisme te zitten als ik mensen tref waar ik op dit moment niet meer samen op die tijdlijn hoef te lopen. En al heb je misschien heel lang samen met die persoon op een bepaald pad gelopen, omdat je een vriendschap mocht delen, of dat je misschien werkzaamheden samen verrichtte. Of misschien is het in het familiaire stukje, vooral op het romantische stukje. Maar merk je gewoon van, ja, dit is niet meer waar ik gelukkig van word. En dat je dan een keuze maakt van, ik ga nu de richting bepalen waar mijn hart weer warm van wordt. We krijgen de toren op kop met de vier van staven op kop. Dus iets is uitgeblust, al een hele tijd. Alleen jij wil dit nog niet helemaal inzien. En op welk vlak dit nu is, die gidsen geven duidelijk aan van als jij kijkt en je krijgt er een bepaald gevoel bij, dan is dit voor jou bestemd. En dan kun jij dit in jouw eigen leven, kun je dit plaatsen. En als je dit kunt plaatsen, dan weet je ook van iets, daar geniet ik niet meer van. Daar word ik niet meer blij van. Dat is niet zoals het hoort te zijn. 11-11 kun je ook veel gaan zien de komende tijd. Of alleen 11. Denk dan ook aan nummerplaten of huisnummers. Misschien sta je bij het stoplicht en dan heb je toch ook altijd nummers staan welk stoplicht het is. Dat je 1-1 ziet. Of 1-1-1. Iets met dat. Maar 1 staat natuurlijk ook weer voor dat nieuwe begin. Nieuwe mogelijkheden. Ruimte om weer iets te gaan creëren. En ik zag zojuist onderkant dek de paasje van munten en de koning van munten. Dus je gaat een nieuwe stabiliteit, nieuwe richtingen zetten, een nieuw pad bewandelen. En voor sommigen kan dat dan op werkvlak zijn. Omdat jij andere kwaliteiten hebt als die jij nu benut. En die andere kwaliteiten liggen veel hoger in bereikbaarheid als waar jij je eigen nu in bevindt. En dan zul je ook merken dat door deze nieuwe stappen te zetten, door bepaalde ontkoppelingen te doen, ga je daar ook ruimte voor krijgen. Ik leg hem even erbij. Zo. En daarna krijgen we de 8 van munten. Met de 10 van zwaarden. Dus doordat jij in een bepaald proces gaat stappen of al zit, kun jij heel veel creëren. Kun jij ook in de energie van het manifesteren komen. In die hogere trillingsenergie waar ik het vaker over heb. Niet vanuit die lage trillingsenergie, want dan bereik jij niet hetgeen wat je zou willen doen. Misschien blijf je al heel lang ergens aan vasthouden en krijg je nu de energie van nu pak ik door, nu hak ik een bepaalde knoop door om mijn eigen nieuwe richting in te gaan zetten. En dit zal succesvol zijn, maar daar heb je ook lang aan gewerkt. En dat gaat nu dan de vruchten afwerpen. En daar zul je dankbaar voor zijn. Ondanks dat je nu misschien op een punt staat van ga ik allemaal doen? En hoe moet ik het allemaal neerzetten en creëren? En waarom is dit allemaal als domino effect op mijn pad gekomen? Alles gebeurt om een reden. En die reden is om jouw hoogste zielsmissie, jouw zielspad te ontplooien. En als je dat in gaat zien, dan zul je ook veel meer waardering kunnen opbrengen voor hetgeen wat er aan pijnstukken ook is geweest en wellicht misschien nog gaat komen. Oh, deze vliegen er al uit. Weer de toren en de 4 van zwaarden krijgen we erbij. Onderkant dek weer die 10 van bekers. Hier ligt de toren op kop. Hier is hij rechtop. Je gaat er doorheen. Je wordt ondersteund en je gaat door het proces heen. Misschien zit je er op dit moment middenin. Dit is waar je naartoe gaat. Die 10 van bekers is jouw ware potentieel.
En als je dit in gaat zien, dan weet je ook van oké, af en toe zal het wat lastig zijn om hier doorheen te komen. Af en toe zal ik wat intensiteit intern voelen, ermee worstelen. En weet ik het even niet meer te overzien wat er allemaal naar mij toe gaat komen. Maar uiteindelijk ga je ook jouw emoties in balans krijgen in combinatie met jouw aardse stukje. Dus jouw hartchakra en jouw hoofd. Stabiliteit, het financiële stukje, daar ga jij iets heel moois in creëren. En dan weet je ook van oké, dit is gewoon zo voorbestemd geweest. Dit is gewoon nodig geweest om mij te kunnen ontkoppelen van welke situatie dan ook. En als die ontkoppeling er is geweest, dan wil niet zeggen dat je gelijk klaar bent. Hè? Dan krijg je nog wat testen, word je getriggerd. Krijg je van die momenten dat je denkt van fuck de wereld. Maar van de andere kant, dit is wel waarvoor jij getekend hebt tijdens jouw zielscontract. Tijdens het reïncarneren in dit leven. Drie van bekers krijgen we erbij. Echt weer erop uitgaan. Ook het leren connecten weer met mensen die hetzelfde een beetje in het leven staan. Hoeft totaal niet te zijn dat het exact dezelfde persoonlijkheden zijn. Maar wel dat je heel veel vergelijkingen hebt met bepaalde worstelingen in het leven. En daar kun je een beetje aan vasthouden dat die energie wat gedeeld wordt of die kennis wat gedeeld wordt. Misschien lees je een blog over iemand qua ervaringen, een podcast hoor je. Er zijn allemaal items waarvoor jij door gaat krijgen waar jouw blokkering zit. Waar jij een nieuwe weg in mag vinden, waar jij afstand van mag doen. Maar ook vooral het stukje hou vast blijven houden aan de leiding die jouw gidsen jou geven. De kracht die jij daaruit kunt putten is vele malen groter als wat jij op dit moment doet. En dat komt omdat je soms nog in een bepaalde afwachtende positie bent. Van wanneer komt iets nu naar mij toe? Ik heb zaadjes geplant en nu mag het toch wel eens gaan komen. Maar lieve kijker, lieve ziel, als jij zaadjes hebt geplant in een energiestroom waarbij jij dus in die verdedigingsmechanisme zat, waarbij jij jouw trillingsenergie verlaagd had, dan zul je ook merken dat die zaadjes, die kunnen naar je toe komen, maar dan als trigger of als test. En het is juist belangrijk om die uitzuivering te doen, nieuwe zaadjes te planten, want dat hebben we hier ook met die munten, hè. Nieuwe zaadjes te planten en er dan op te vertrouwen dat in die hogere trillingsenergie, die we hier duidelijk naar voren zien komen, een stukje waardering die eraan gekoppeld is vanuit je spiritueel hart, als je dat leert om te buigen, dan zul je ook merken dat er hele andere dingen naar je toe gaan komen waar je waardering voor zult hebben. Waar jouw lat wordt verlegd in een hele andere vorm. En wellicht had je eerst een lat heel hoog liggen op het financiële, materiële stukje. En ga je nu meer kijken van de waardering in het leven op hele kleine items. Wat ik net al zei, hè, over die hazen in het veld. Waar je dan de hele dag eigenlijk gewoon al een lach van op je gezicht krijgt als jij er weer aan terugdenkt. En daar ga je inzichten over krijgen van oké, ik heb misschien nog niet alle zaadjes kunnen oogsten. Sommige die blijven ook achter mij. En degene die ik wel kan oogsten, die neem ik lekker mee. En daar groei ik verder van. En die kun je dan ook op jouw pad gaandeweg ook weer nieuwe zaadjes planten. Nieuwe mogelijkheden creëren. Alles wat jij creëert, ligt binnen handbereik. Jij bent de creator van jouw eigen leven. En jij kunt creëren in het hogere goed, als je er zelf maar bewust van bent. En mensen die net kijken of net in het proces komen. Het heeft er ook mee te maken met goed je eigen afschermen. Je aura goed beschermen. Ik heb hier ooit een topic over gemaakt. Staat in mijn playlist in de topiclijst. Gaat over gronden. Wellicht dat dat een video is, mocht je nieuw zijn, waar jouw extra inzicht nog in kan gaan komen. Ook het stukje manifesteren heb ik daarin besproken in een andere video, wat ook in topic staat. We pakken er nog één tarotkaart bij voor deze tijdlijn. Oh, het worden er twee, ook goed.
Wat is het? We hebben de page van bekers. Oeh, en een magier. Oeh la la. En ik kijk net op mijn klokje en er is 14:44 stond erop. 444. Wauw. Zoek de boodschap maar eens op Google. Er zijn heel veel websites die daar over de engelen boodschappen berichten hebben staan. Misschien ga je dus wellicht meer 444 zien of krijg je bepaalde bevestigingen. Is 4 jouw lievelingsgetal? Heel veel dingen kunnen erdoor gaan komen. Als je er maar in blijft geloven, dat je niet vast hoeft te houden aan oude energie. Dat je hiervan kunt ontkoppelen. En dat je iets nieuws kunt creëren. Een hogere goed. Iets waar jij nieuw in staat. Waarbij je nieuwe kennis op mag doen. Nieuw pad wat je gaat bewandelen. Wel een uniek en mooi en bijzonder pad wat er gaat komen. Een pad waarbij jij bepaalde kracht gaat ontdekken die jij nog niet eerder in jouzelf gezien had. Ik krijg erbij de natuur. In de natuur zul je tot rust komen en zal er nieuwe aarde-energie je lichaam instromen. Nou ja, ik had het net al over gronden. Hè? Nou, gronden kan dus heel mooi in de natuur. Voor mijn part trek je lekker ook je schoenen en je sokken uit en loop je op blote voeten echt door het bos heen. Dan kun je pas echt goed gronden. Dan leg je echt verbinding met Moeder Aarde. We krijgen daarbij ook cleansing. Zorg dat je je aura zuivert. Je draagt ballast mee van anderen. De energie mag jouw energieveld verlaten. Nou, dat is dus dat auralek wat ik dus voel. Goed cleansen, goed gronden. Je eigen afschermen in die bubbel waar ik het dus ook in die video over heb. In die topiclijst. Ik heb hier ook Palo Santo hout liggen. Hè? Dat kan helpen. Witte salie kan helpen. Himalaya zout werkt zuiverend. En dat zijn allemaal dingen waar jij bewust iets mee kunt gaan doen. En als jij met bewust ook visualiseert dat jij je auraveld schoonmaakt. Dat je alle rommel eruit pleurt en dan ook je bubbel weer sluit, dan kun je dit ook creëren. En het zal altijd zijn dat je niet alle rotzooi eruit krijgt, dat er dan iets meer voor nodig is, want sommigen hebben echt al heel lang energie van anderen bij zich dragen, wat echt in een fysieke lichaam ook tot stand is gekomen, waarbij je dus ook eventueel lichamelijke klachten hebt kunnen krijgen daardoor. Wat eigenlijk helemaal niet in jouw systeem hoeft te zitten, maar dat jij de pijn van een ander vast hebt gezet in jouw lichaam. Maar dan zou je dus ondersteuning van een externe partij nodig hebben om dit te ontkoppelen. Denk aan een healing, denk aan een cleansing op een hoger segment. Of misschien zijn het blokkeringen wat in de DNA-lijn zit, waarbij jij iets uit aan het zuiveren bent, maar ook vanuit jouw moederskant of vaderskant. Maar dit voelt voor mij even dat het een eye-opener is van oké, cleanse je eigen goed. Ga de natuur in om te goed te gronden. En dan zul je ook merken dat er weer meer ruimte gaat komen voor bepaalde onrust los te laten. Meer ruimte gaat komen om, kijk eens, je passie te volgen. Deze nieuwe baan, functie of hobby is op je lijf geschreven. Je bent helemaal in je element. En dat is dus een hele mooie toevoeging. Jij gaat dus je leven ondervinden. De wereld zit op zijn kop. Probeer je goed te gronden om deze situatie, om door deze situatie heen te komen. Maar het voelt voor mij van oké, het is even een torenmoment. Je hebt dingen lang misschien tegengehouden om dit te verwezenlijken. En dan in één keer krijg je die kracht, krijg je die boost en je gaat er doorheen. En als je er dan doorheen gaat, dan kun je echt naar dat hogere segment komen. Kun je gaan manifesteren vanuit het hogere goed. En zul je ook merken van oké, dit is mijn tijdlijn. Hier mag ik op zitten. Ik heb de ruimte om mijn passie te volgen. Ik heb de ruimte om dromen waar te maken. En al is het misschien
misschien dat die dromen niet op korte termijn uit kunnen komen, door welke omstandigheid dan ook. Misschien wil je een verre reis maken, maar heb je nog kleine kinderen thuis waar je voor aan het zorgen bent? En heb je niet een netwerk die daar op kan anticiperen om jou te ondersteunen? Dan is het dus dat je een doel kunt stellen of een droom kunt stellen op langere termijn. Waar je wel die energie blijft triggeren in een positieve zin. Om dit dan ook te kunnen gaan creëren. Want alles wat jij je aandacht geeft kan groeien. In een positieve zin en in een negatieve zin. En als je dat door gaat krijgen en gaat zien, dan kun je echt iets heel moois creëren. Dus je gidsen hebben een hele mooie diepe boodschap. Ik pak ook nog de engelenboodschappen erbij. Dat is de laatste toevoeging voor deze reading voor vandaag. Kijk eens. Intuïtie. Engelen van ondersteuning. De informatie die je nodig hebt is al in je aanwezig. Luister naar je intuïtie, zodat je deze situatie achter je kunt laten. Nou, hoe toepasselijk is dit op de hele reading die we hebben gehad? Nou, prachtig. En we hebben een doorgaan, engelen van energie. Al je werk begint resultaat op te leveren. Alles waar je liefdevolle energie in steekt, wordt een succes. Bam, ik leg die erbij. Want die hoort er gewoon nog aan toegevoegd te worden. Lieve kijker. Dit was vandaag de reading. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Laat ook even weten als je nieuw bent. Hartstikke leuk als je dan een berichtje achterlaat. Mocht je nog niet geabonneerd zijn. Superleuk als je bij de spirituele familie gaat komen. Dan pik ik ook eerder jouw energie op tijdens collectieve berichten. Omdat ik afstem op mijn kanaal. En dan zullen boodschappen ook eerder dus met je resoneren. Maar voor nu wens ik jullie een heel mooi weekend toe. En tot de volgende keer. Doei doei!